Op de Bosdreef in Rotterdam-Kraling is een busje op zijn kant beland. De bestuurder raakte bekneld. Hij werd bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. De politie vermoedt dat het voertuig uit de bocht is gevlogen voordat het op zijn kant belandde. Na het ongeluk werd de Bosdreef in één richting afgezet. Pas toen het busje rechtop was getakeld, werd de weg weer vrijgegeven.